Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweek vlog. Het is vandaag maandag 27 maart. En ik ben fulltime juf van groep 6 en ik ga voor jullie mijn week filmen. Op school, maar ook een beetje na school. En ik heb dus nu 2 weken niet gefilmd. Ik had het na school steeds echt super druk en ik moest gewoon even dat voor laten gaan. Dus ik heb er even voor gekozen om niet te filmen. Dus sorry daarvoor. Vanaf nu komt er weer een juffenweekvlog. Wij zijn net bezig met het afsluiten van de projectweek. We hadden projectweek op school beroepen en wij hadden influencer als beroep. En we hebben echt super leuke dingen gemaakt. Dus dat zal ik vandaag even laten zien. Ook hebben we een paasstok gekregen. Die gaan we vandaag versieren. En hebben de kinderen vandaag een topo-toets. Dus ik ga even de computer opstarten. Even wat drinken pakken. En dan... let's go. Oké, lentebeetjes was de tekst. Alleen maar beetjes over de lente. En dan vraag 1. Even kijken. Wil jij de vraag voorlezen en vertellen waar je het hebt gevonden? Lang. En waar had je dat gevonden? In welke regel? En dat kon je dus vinden in de tekst. Vraag 2. Oké. En waar heb jij dat gevonden? Zie je het bordje? Boom. Dan sla je op je borst. En zie je het bordje knip? Dan knip je met je vingers. En als je deze stukjes nu achter elkaar plakt, krijg je het volgende ritme. Rustig aan. Meiden, luister. Wat we gaan doen. We hebben deze fles. Deze fles moeten jullie even buiten met zand gaan vullen. Dat ga ik dus in de kleuter ding. Dan hebben we de paastak. Die gaan we er dan inzetten en dan gaan we hem versieren. Maar als jullie eerst even zand erin gaan doen. Ja. Oké, kijk. We hebben dus van die... ik heb dit bij de Action gekocht. Dan heb je van die figuurtjes en eitjes. En die kan je dan zo uitklappen. Nou ja. Dus ze wel een beetje verspreiden. Oké, ik ga ze even omdoen wat ik allemaal van jullie heb. Kijk. En deze 2 armbanden. Oh, ook nog armbanden. Zo. Kijk, nu heb ik helemaal zo'n kleurrijke hand. Zo. Dat is wel schattig, toch? Oh, dankjewel. Oeh, hebben jullie dit? Oh, dat hebben jullie hier aangemaakt. Leuk! Zo. Dankjewel. Heel lief. Heel leuk. Is inmiddels middag. De kinderen zijn naar huis. De paastak staat. Ik vind hem echt heel leuk, heel cute. Gekocht bij de Action. Kost echt 80 cent. En dan heb je van die leuke versiering. Ik heb zo nog mijn laatste gesprek. En ik zal even de klas laten zien wat we nu dus tot nu toe allemaal hebben gemaakt. Heb ik daar nog tijd voor? Ja, nog een kwartier. Nou, ze hebben dus posters gemaakt. Reclameposters. Heel veel verschillende. Over basketbal. Allemaal verschillende reclameposters. Ze hebben een telefoon gemaakt met apps erop. Ze hebben camera's geknutseld. We gaan morgen even alles netjes neerzetten. Apps geknutseld, dus dat is ook super leuk. Ik zal het morgen nog even duidelijker laten zien. Ik ga nu even mijn spullen op. Morning, het is vandaag dinsdag. En ja, ik heb me helemaal netjes aangekleed. Want ik ga vanavond uit eten met wat collega's. En vanmiddag komen ook de ouders in de klas kijken. En dan hebben we door de hele school projectweek afsluiting. Dus dat is wel super leuk. Ik ben nu even nog alles aan het klaarzetten. Ik had wel alles al voorbereid, dus dat is fijn. En ja, ik heb dus mijn haar net gewassen. En dat is ook echt top. Want ik probeer het dus minder te wassen. Maar als ik het dan heb gewassen, dan ben ik er echt helemaal blij mee. Ik moet nog heel eventjes snel ontbijten met Kwark. Want ik ben een beetje op mijn eten aan het letten. Oh, het is geen maandag. Dat doe ik verkeerd. Zo. Dus dat ga ik even klaarzetten. En dan even lekker eten. En dan gaan we beginnen. Oké, pak je flitswoorden erbij.
Wie wil even vertellen wat het nieuwe woordpakket ook weer was? Wat we gisteren hebben gedaan. Ja, je hoort vakantie. Ja, je schrijft vakantie. Oké. Op deze televisie zit 2 jaar garantie. Schrijf op garantie. Het zeggen van de woorden is ook heel belangrijk. Met hockey staan wij op de 2e positie van de ranglijst. Schrijf op positie. Oké, we hebben even een woordweb gemaakt van wat we allemaal hebben gedaan. Van influencer, dus hier staan allemaal woordjes. Oké, de middag is voorbij. De ouders hebben dus gekeken in de klas. Ik zal nog een beetje laten zien. Ik heb al wat dingen weggehaald. Maar hier hebben ze dus... En dan lagen de tafels allemaal vol met allemaal werkjes. Heel erg leuk. Dus dat. En ik ben het nu even een klein beetje aan het opruimen. Zodat het een klein... Oh, mijn camera die wisselt de hele tijd. Zodat het een klein beetje is opgeruimd. En dan ga ik lekker uit eten. Lekker pizza eten. Echt heel veel zin in. Good morning. Het is vandaag donderdag. En gisteren had ik studiedag. Dus toen moest ik wel werken. Maar had ik geen kinderen in de klas. En heb ik dus ook niets gefilmd. En vorige week had ik natuurlijk mijn haar gekruld met dat ding van de Action. En nu heb ik met een badjas koord gekruld. En ik dacht, ik laat even het resultaat zien. Want ik had toen gezegd dat ik het ook even met andere dingen zou proberen. Nou, deze slaapt in ieder geval veel beter dan de Action. Want van de Action is echt niet chill mee te slapen. Heel erg pijnlijk. En zo'n badjas koord slaapt wel beter. Mijn haar is wel, net zoals vorige week, wederom een beetje vet. Dus ik hoop dat het alsnog werkt. Maar ik heb het dus gewoon op dezelfde manier ingedraaid als die van de Action. Ook natuurlijk wat dunner. Dus... Ik denk, ja, je krijgt hier altijd wel wat meer krul van. Maar soms vind ik dat juist ook minder mooi. Ik vind die van Action meestal wel het mooiste resultaat hebben. Maar dit is ook mooi als het een beetje is uitgezakt. Het enige nadeel is gewoon dat de achterkant nooit echt helemaal meekrult. Dus je moet wel echt je haar een beetje naar voren dragen. Zo. Maar ik vind het wel echt... super chill om te doen, omdat het beschadigt je haar natuurlijk niet. Oeh, ik zie nu al, dit is wel een beetje heftig aan de voorkant. Maar dan gaan we zo eventjes eruit halen. Het beschadigt je haar natuurlijk niet, dus dat is echt top. En ja, je kan nog lekker mee slapen. Het kost geen tijd. Het kost echt 5 minuten om het erin te doen. En in de ochtend echt 1 minuut om het eruit te halen. Dus dat is ook top. En ja... Dus ik vind het gewoon heel chill. En soms is het ook nog mooier zelfs de volgende dag. Maar morgen ga ik mijn haar weer wassen. Dus dan maakt het op zich niet heel veel uit. Zo. En dan ga ik altijd even met mijn hoofd schudden. En het uitborstelen. Maar het is in ieder geval echt altijd meer gekruld dan met die ander. Zo. Oké, het moet echt nog een beetje uitzakken. Maar deze krullen blijven dus wel echt veel beter zitten dan de... Die met van de Action. Alleen aan het begin is het heel heftig. Ik had ook nog een pakketje van Tess V. Die had ik zelf besteld. En hij was echt super snel binnen. Volgens mij had ik het echt eergisteren besteld. En hij was de volgende dag binnen. En ik heb namelijk zo'n zilveren broek besteld. Ik vind die trend echt heel erg leuk. Maar ik had nog nergens een goede gezien. En toen zag ik deze. En deze leek me echt perfect. Dus ja... Ik heb zo'n zilveren broek besteld. Wel heel heftig, maar wel heel erg leuk. Zo, hij is dus helemaal zilver. En ik heb hem in een maatje M. En hij was €40. Dus ik denk dat ik deze morgen eventjes ga aandoen. Dus dan kunnen jullie hem morgen zien. En nu ga ik even mijn spullen pakken voor werk. Ik ben dus nu op werk. Ik vind mijn haar wel echt heel heftig. Ik had het ook wel best wel strak erin gekruld. Maar het is wel zeer aanwezig. Op zich niet heel erg. Dus het zakt denk ik zo ook al nog uit. Maar het is wel heavy. Zo. Ik had alles al voorbereid omdat we gisteren ook studiedag hadden. Ik ga nog even ontbijten. En ja... Verder niet heel bijzonder. Ik ga even dit klaarzetten.
Ik had weer van wat meiden uit mijn klas allemaal dingetjes gekregen. Ze maken echt heel vaak tekeningetjes en cadeautjes voor mij. En ik weet dat ze het heel leuk vinden als ik het in de vlog laat zien. Dus kijk, dit hebben ze allemaal gemaakt. Heel schattig. Maar dit gaat allemaal over social media. Kijk. Heel cute. Wie weet nog wat een persoonlijk voornaamwoord is? Heel goed. En hier heb je bijvoorbeeld de zin: deze appeltaart heb ik speciaal voor jou gebakken. Maar wat is dan een persoonlijk voornaamwoord in deze zin? Jij mag morgen weer uit het ziekenhuis. Wat is daar dan? Ik oefen het herkennen en gebruiken van persoonlijke voornaamwoorden. Je kan die persoonlijke voornaamwoorden ook vervangen door een ander woord. Bijvoorbeeld, wij gaan op vakantie. Wie kan het persoonlijk voornaamwoord veranderen in iets anders? De kinderen zijn naar de gym toe. Ik moest naar de gym fietsen en het regende. Super fijn. Nu alvast even voorbereiden. Want vanavond, volgens een vriendinnetje van mij, die heeft een voorstelling. En daar gaan we naar kijken. Ook had het niet moeten borstelen. Nou ja, hoe heet het? Daar ga ik vanavond naar kijken. Samen met Floor. Dus ik ga het niet te laat maken. Dus ik ga nu alvast even voorbereiden. En mijn haar is nu wel wat uitgezakt. En ik ga nu eventjes een proteïnereep eten. Good morning. Het is vandaag vrijdag. Bijna weekend. Gisteren had ik die voorstelling van Vos. Was echt heel erg leuk. Daar was ik samen met Floor naartoe. Het is nu wel wat later. Dus ik moet eventjes het bord in orde maken. En ik heb dus vandaag een zilveren broek aan naar werk. Best wel opvallend. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Dus ik dacht, ik doe het gewoon. En op vrijdagochtend hebben ze altijd agenda. En ik heb wat toetsen die ik wil uitdelen. Nou, leertoetsen. Of die ga ik dan gelijk uitdelen. En ik heb dus ook, nou ja, in het weekend is het dus 1 april. En ik vond het wel heel erg leuk om een klein grapje te doen. Dus ik heb dit als huiswerk. Alleen er zitten dus geen verschillen in. Dus ze moeten 10 verschillen zoeken. En dat maandag inleveren. En ze moeten dat dus morgen maken op 1 april. Alleen er zitten dus geen verschillen in. Nou, dat vond ik wel even een leuk grapje. Wat ben ik toch weer hilarisch. Dus dat ik hoop dat ze het leuk vinden en dat ze het kunnen waarderen. Maar ik ga nu even snel het bord in orde maken. Wat hebben jullie al staan deze week? Ik heb iets staan op woensdag 5 april. Heel goed. Op woensdag 5 april heb je het huiswerk voor bladzijde 28 en 29. Opschrijf ergens. Ja, vrijdag 7 april zijn we vrij. Dus op woensdag 5 april huiswerk bladzijde 28 en 29. En donderdag 6 april hebben we Pasen in de klas. Mag je opschrijven, hoeft niet. Dan gaan we weer groepsverbroken iets doen in de middag. En dan ben je vrijdag 7 april vrij. Ja, maandag 10 april ben je vrij. Lekker. Ja, Pasen. Dan ben ik ook vrij. Jij bent nu jarig, hyperdepiep hoera. Kon je niet, kom maar naar voren, we zingen met elkaar. Jij bent nu jarig, hyperdepiep hoera. Hey! Oh. Ik hoor jullie niet, hey! Oh. Met z'n allen! Oh. Hi, dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Weekend is het Pasen. En wij hebben nog helemaal niks met Pasen gemaakt. Wat wij gaan maken is een paashaas. Jullie krijgen van mij straks een fineliner. Dat is zo'n dunne zwarte stift. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want die is van school. En je krijgt van mij een paashaas. Die zie je hier. Wat de bedoeling is, is dat je in elk vakje andere figuurtjes gaat doen. Ik ga zo wat voorbeelden laten zien. Maar hier zie je het al. Je kan bijvoorbeeld streepjes, rondjes, vierkantjes. Je kan het helemaal zelf bedenken. En het is heel erg leuk als je dat helemaal vult. Dan komt het er uiteindelijk zo uit te zien. Een getatoeëerde paashaas. Het lijkt eigenlijk een beetje op een getatoeëerde paashaas. Een paashaas. Als je de paashaas helemaal hebt versierd,
met in elk vakje iets. Tuurlijk mag je wel, als je hier bijvoorbeeld rondjes hebt gebruikt, op ergens anders ook doen. Als je dat hebt gedaan, dan knip je je paashaas helemaal uit. Dan kan je een zonnebril uitzoeken. En die zonnebril ga je eerst kleuren. Het leukste is als je hem één kleur doet. Want dan valt hij heel erg op. Je mag hem van mij ook in regenboog of andere kleuren doen. Maar doe dat vooral met stift. Daarna maakt het eigenlijk niet uit als je een beetje bent uitgeschoten. Want daarna ga je hem uitknippen. Dan knip je de bril uit. Je zorgt ervoor dat de binnenkant eruit is. Dat mag je met een prikpen doen. Maar dat kan je ook met een schaar doen. Hoe doe je dat ook alweer met een schaar, de binnenkant eruit halen? Ja, moet je hem even door midden vouwen. Kan je er een knipje in maken. Dat gaat jullie helemaal lukken. Dan mag je ervoor kiezen. Het ligt er ook een beetje aan hoeveel tijd je nog hebt. Dat gaan we in ieder geval niet vandaag redden. Als je deze stappen alle twee hebt gedaan, moet je ook de achtergrond maken. Je kan ervoor kiezen om een gekleurd blad te doen, zoals we daar hebben gedaan. Dat je gewoon één kleur doet. Maar je mag van mij, en wat je hier ziet, je mag van mij ook met waterverf, wat we bij die penguins hadden gedaan. Of eieren op de achtergrond. Mag je helemaal zelf kiezen. Maar we gaan eerst hiermee en pas woensdag kunnen we de achtergrond maken. Want hier heb je ook denk ik best wel even de tijd voor nodig om dit te doen. Oké, ze hebben hier dus de paashaas. Daar zijn ze mee bezig met een fineliner en hier zijn de brillen. Ze gaan nu deze opdracht maken. En ze zijn nu bezig met de eerste vakjes. Met z'n allen! This girl is on fire! Het is vandaag zondag en ik vraag me dus af hoeveel ik door de week heb gefilmd. Volgens mij best oké, dus daar ben ik super blij mee. En gisteren heb ik niet gefilmd en vrijdag na school ook niet. Want vrijdag na school hadden we een borrel op werk en gisteren heb ik gewoon niet gefilmd. Ik dacht gewoon even lekker een dagje niet. En vandaag is het zondag en ik heb net mijn nagels gedaan. Echt mega heftig. In een felroze kleur. Ik ga namelijk binnenkort op vakantie. Ik ga nog niet vertellen hoe en wat. Maar ik heb er echt heel veel zin in. En ik dacht, ik ga wel eens even kijken welke kleuren ik leuk vind. Nou, mijn oorbel gaat niet in. En verder, ja. Ik heb dus vandaag alleen mijn nagels gedaan. Ik ga zo even naar mijn moeders huis om even wat handdoeken in de droger te gooien. Want die heb ik niet hier. En ik heb alles wel een beetje schoongemaakt. Ik had nog een pakketje van My Jewelry die ik zelf had besteld. Dus die kan ik wel eventjes aan jullie laten zien. En dan ga ik zo even naar de Action. Gewoon omdat ik eigenlijk niks te doen heb. En ik wil even wat proteïnerepen halen. Maar bij My Jewelry heb ik dus zelf besteld. Oh, er zit hier een vlek op. Ze hadden namelijk een actie. Zo. Ze hadden namelijk een actie dat je twee jurkjes voor, volgens mij, voor de prijs van één. En ik vond deze echt heel erg leuk. Ik dacht heel erg leuk voor werk. Dus ik kon ze echt niet bestellen. Niet dat ik het nodig heb, maar zo. In twee kleurtjes. Deze als eerst. Ik heb dus voor het eerst wat dingen in een maat S besteld. Want ik ben dus aan het sporten. En ik denk dat de maat S wel past. Ik dacht wel dat dit een beetje een andere kleur was. Maar ik vind dit ook wel heel erg leuk. En dit is dus het jurkje. Hij is dus korte mouw, maar hij is wel heel erg lang. Dus als het echt warm is, is deze wel heel fijn voor werk. Heel cute. Deze heb ik dus in een maatje S. En deze is dus normaal €50. Maar ik heb dus nu twee voor €50. Dus dat scheelt wel. En die andere is een beetje lila. Met wat bruine details erin. En ik heb wel van die bruine laarzen. Dus ik dacht, dat zal er leuk bij staan. Kijk, deze is wel wat korter. Maar die heeft dan weer lange mouwen. Very cute. Deze heb ik ook in een maatje S. En deze was dan ook €50. Dus een soort 1 plus 1 actie.
En ik ga nu eventjes mijn handdoek in de dinges doen. En dan ga ik even een wasje doen bij mijn moeder. Ik zal jullie nog eventjes laten zien wat ik nou had gekocht bij de Action. Ik zit even op de grond. Maar in ieder geval, ik heb een spiegeltje gekocht. Want ik ga dus binnenkort op vakantie. En soms mis ik daar echt een spiegel die je kan neerzetten. Dus toen zag ik deze. En ik dacht, dat is wel heel chill. Want dan kan je hem zo. En hij neemt ook echt heel weinig ruimte mee in je koffer. Ik zie wel dat hij niet kan dubbelvouwen. Nou, dan moet ik hem maar even zo in doen. Ik hoop dat hij dan niet afbreekt. Maar in ieder geval dit spiegeltje dus. Zo. Dan had ik een nieuwe waterfles. Want ik heb wel een waterfles op school die ik heel veel gebruik. Alleen dus deze is 1 liter. Dus ik dacht, hoe chill. Als ik deze dan 2 keer helemaal opdrink. Op een dag. Ik ga hem zo gelijk even schoonmaken. Dat is helemaal top. Dan heb ik nieuwe proteïnerepen om te proberen. En ook de andere proteïnerepen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ze allemaal testen. Ik had vorige keer deze ook van de Action. Deze vond ik echt best wel prima. Want ik mag namelijk geen noten. En heel veel proteïnerepen hebben natuurlijk noten. Deze niet. Dan had ik nog een boekje. Want ik moet even wat dingetjes opschrijven. En de pen erbij. En ik heb nog deze diamantjes. Ik heb namelijk een parfummetje gekocht. En die wil ik een soort van versieren met diamantjes. Is niet voor mij, maar ja, dat vond ik wel heel cute. En ik had nog een bakje om fruit in te doen mee naar werk. Dus dat is wat ik heb gekocht. Ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer een leuke weekvlog vonden. En dan zie ik jullie volgende week om 4 uur weer bij een nieuwe. Doei doei!